Heel irritant dat er een muisje onder loopt en je kunt er net niet bij. Of je denkt dat er een muisje onder loopt. Daar kun je er natuurlijk nooit bij. Zegt de muisje. Hier, push, push, hier. Waar is de muis? Waar is de muis? Terug, Rocky. Hij is terug. 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 Goed zo. Nou, dit wordt niks, jongens. Zo blijf je nog wel even bezig als kat zijnde. Het is gelukt. Nou, even snel doodmaken en opeten. Hupsa. Ja, dat zit er bij katten niet in natuurlijk. Bijna gezellig uit. Ja. Dan zul je zien dat hij onder een andere kleed kruipt. Nou, redt hij de moment. Alle bedden in de moestuin gedaan. Ruige mest erop. En daarna een laag compost. Flinke laag. Kan het wel hebben, denk ik. Dus dan is dit moestuincomplexje achter op het erf is klaar om ingezaaid, ingeplant te worden. Even kijken of we daar nog wanneer we dat gaan doen. Maar dit ligt er in elk geval klaar voor. Thank you.
Het is nat, jongens. Vandaag weer de hele dag regen gehad. Wel nog grasmaaien vandaag, maar ik hoop dat morgen is zaterdag, dat het dan droog is. Kan ik aan het eind van de dag mooi even grasmaaien. Het is nou nog kleddernat. Hier hebben we nog wat tulpen staan. Het hele bed zit wel vol met pollen, maar ze zijn niet allemaal afgekomen. En dat heeft vooral te maken met de natte nazomer, de natte herfst, de natte winter en de natte voorjaar. Ze zijn dus redelijk dicht geslimd. Nou ja, het is niet anders. Ik moet er bij. Bed ernaast heb ik vorig jaar ingezaaid met een akkermengsel. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. De grond zit gewoon echt helemaal dicht, de bovenlaag. Nou is deze grond ook in 2022 is opgehoogd, dus het is een nieuwe grond. Dus het is eigenlijk nog niet echt een goede bodem. Het is nog echt vorm. Dus ook dit soort winters helpt in elk geval niet mee. Ook hier is het een kwestie van geduld en compost erop, een beetje lavameel denk ik, vooral compost en rauwe mest voor de bodem geven. En dan uiteindelijk zal dat ook wel weer goed gaan, die poes. Ja, dat dacht ik niet. Hup. Voort gewoon. Dit is Corella. Een van de bloembergen. Dat maar ergens anders. Een van de bloembergen. Meer zal met compost. Er ligt al een prachtig compost op. En er is een vaste land staan er al in. Nou, dit is het akkermengsel wat ik vorige week gezaaid heb. Nou, we hebben een slechte week gehad, dus daar verwacht hier nog helemaal niks van. Dat gaan we zien of dit een succes wordt. En dan is het ook gewoon een nieuw. Dat is ook niet zo spannend. Nou, eind van de dag. Kippen zitten al op stok. Ik kan het niet goed zien, denk ik. Maar je hoort ze wel. Het is wel heel donker hier. Kijk, ze zitten allemaal mooi op stok. Ik ga de eieren even rapen. Dan gooi ik het kip ook dicht. Hier hebben we nog één. Die gaat in de leghok zitten, maar dat wil ik niet s'nachts. Ze zitten gewoon op stok. Hoppatee. Gewoon slapen op stok, zoals het hoort. Mijn eieren rapen. Hier ligt niks. Ja, hier ligt wel een. Hier ligt ook een en de rest ligt buiten, denk ik. Ja, jongens, het is goed. Pakje dicht. Een stuk of wat. Nou, die zal ik even weer in de doosjes leggen. Kunnen we die weer verkopen. Nou, dit was het wat mij betreft voor deze week. Tot later.